inclusief onderwijs, inclusief werkgeverschap gaat eigenlijk over het verbinden van verschillende perspectieven. De HAN is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En het gaat ook steeds over het zoeken naar verbinding tussen die twee campussen. Ja, we trainen al langer groepen studenten op thema's als diversiteit en inclusief werken. En we zijn recent ook begonnen om die training aan docenten te geven, aan docententeams. En het gaat dan heel specifiek over de training beschermjassen, waarin je eigenlijk ruimte maakt voor verschil, oog hebt voor elkaars diversiteit. En het mooie is wat wij terug horen van de docenten die wij trainen, is dat je door eigenlijk naar elkaars verhalen te luisteren en ruimte te geven aan verschil, dat je elkaar beter begrijpt, dat het er meer verbinding ontstaat, dat er ook ruimte ontstaat voor kwetsbaarheid. En dat versterkt heel erg. Ja, de samenwerking, maar ook het oog hebben voor wat er aan verhalen speelt in ieders leven. En dus ook oog te hebben voor diversiteit. Ik heb onderzoek gedaan onder HAN-medewerkers en hen geïnterviewd over hun ideeën over wat inclusieve competenties zouden kunnen zijn die ze nodig hebben om goed te werken, om goed samen te werken met studenten en met hun collega's. Zoals inclusieve communicatie, de status quo bevragen, maar ook inclusief leiderschap van onze managers en leidinggevenden. Bij bestuur ligt de verantwoordelijkheid volgens deze medewerkers om meer beleidsmatig te gaan bepalen wat precies binnen de HAN de inclusieve competenties moeten zijn waar mensen aan moeten voldoen, maar natuurlijk ook investeren en ruimte maken voor medewerkers om dat te kunnen gaan doen. Op het tussenniveau, het mesoniveau, zitten we bij de teams en daar is het nodig dat de leidinggevenden meer training krijgen op dit vlak. Dat geven ze zelf ook aan, dat ze soms ongemakkelijk voelen over hoe de diversiteit binnen het team eigenlijk te waarderen en er gebruik van te maken. Soms wordt er nog weggekeken of wordt er uit de weg gegaan, ook door de medewerkers. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de HAN als werkgever. Maar er is een directe link met de HAN als opleider. Want als de HAN vandaag investeert in ondersteuning, in beleid, op diversiteit en inclusieve competenties, dan zien we dat de studenten van morgen een goed voorbeeld hebben gekregen en goed voorbereid zijn om inclusief te werken in hun eigen werkvelden.